Maar Marienus, wat gebeurt er allemaal rond de club met zo'n finale wedstrijd, hè? Ja, van alles. En dat, uh, ik moet je veel kaarten regelen en uh, veel media-aandacht. En, uh, en je wordt aangesproken uh, van nou, vleut is door de groenteboeren uh, of via als we gaan zwemmen. Dus ja, je merkt wel positiviteit overal. Ja, het leeft ook echt wat dat betreft. Ja, het leeft echt. Mensen zijn ook zondag uh, van de week, uh, zet hem op zondag. En dat hoor je wel vaak, dus dat... Uh, ja, dat heb ik er niet alleen. Dat zal die spelers ongetwijfeld ook hebben. Dus dat is, is positieve energie. Ja, nou even terugkomend op van de week. Het was toch wel een domper dat hij laat uh, gelijk ja, maken nog viel. Uh, hoe is dat verwerkt binnen de groep? Ja, we was wel even katen, maar ze hadden wel vrij snel de overtuiging uh, van... Uh, nou, we hebben alle kans. Um, uh, ja, we hebben ook gedeeld van de wedstrijd, we waren gewoon de betere ploeg. En dus, uh, we weten dat ze ook bepaalde kwaliteiten hebben en dat zag je aan de goal. Dus uh, vandaag met wat spelers gezeten. Ook, ook hoe we dat de laatste fase nog beter kunnen doen. Om wat meer druk op de bal te houden en wat meer uit de 16 te blijven. Maar die jongens uh, zelfs eigenlijk heel het seizoen wel. Maar nu zeker hebben we ook wel de overtuiging uh, gelukkig. Ze dus zijn nog steeds vastberaden. Ja, en hoe zwaar is dit, die, die play-offs met zoveel wedstrijden in korte tijd? Ja, hij is wel heel zwaar. Maar ik merk wel aan mezelf. Ik vind dit wel heel prettig dat een aantal dagen. Uh, uh, extra vrij. Iedere keer denk ik, oh, we moeten morgen voetballen. Dan denk ik, oh nee, hoeft morgen gelukkig nog niet. Weet, dus, dus we hebben overal tijd voor. Dus we hebben uh, van de week rustig uh, steltraining gedaan. Uh, gisteren lekker dagje vrij iedereen. Nou, vandaag alternatieve training gehad. Morgen gaan we nog een keertje normaal trainen. We hebben tijd om, uh, om linie en teamspreking te houden. Wat beelden nog, wat tactische dingen meegeven voor de rusttijd. Dan uh, hoef ik ze, kan ik ze zondag mooi lekker met rust laten. Dan kunnen ze alleen focussen op de wedstrijd. Dus ja, en voor de pijntjes en voor de, voor de energie is het uh, voor iedereen wel goed omdat dat even uh, een paar dagen extra is. Nou, je koos voor wat alternatieve trainingsvormen. Ja. Op de fiets, het zwembad. Ja, we hebben wel vaker dit seizoen gedaan, nou, ook voor de mindset wel leuk om wat andere dingen te doen. Nou, dit past mooi in de week, dus hebben we hebben woensdag uh, is met wissels getraind en daarna aan groepen. Uh, uh, richting uh, Kralingse Veren is uh, geweest. En uh, toen uh, ja, terug bij Ficini heerlijk geluncht, waar de jongens erg enthousiast over en terecht natuurlijk. Dus dat, dat was Applaus heerlijk. van de zaak, of deze keer niet? Nee, dat niet. Maar wel, uh, ja, vooral de jongens zeiden van zo, dit is lekker. Nou, dat, ik wist natuurlijk wel. Dat was wel vaker geweest. Dus dat, dat was top. En ook gewoon voor de mindset. Dan heb je het even over de wedstrijd, dan verwerk je die wedstrijd. Nog gisteren dagje vrij. En zijn we zijn vandaag uh, lekker bezig zwemmen, hier uh, ook twee kilometer op. Is dat het gemeentelijk zwembad of zoiets, geloof ik? Heel mooi zwembad. Mooi, uh, we hebben prima begeleid daar zo. Mensen heel enthousiast daar binnen en uh, die hebben ons nog even een aqua uh, uh, lesje gegeven. En daarna hebben we nog wel plezier gemaakt met z'n allen. Dus uh, een klein uurtje in het zwembad. Dus Dat, uh, dat was uh, denk ik ook een hele goede keuze als dus ik hoorde als ik zag aan de groep hoe ze dat oppikten en iedereen uh, had plezier. Nou, dat is belangrijk. Nou, en dan morgen nog even, even lekker trainen. De mindset zit er dus wel goed? Ja, de mindset is fantastisch. En hoe ja. zit het fysiek? Ja, dat is morgen nog en zondag zelfs even afwachten. Uh, niet mij is, een vraagsteken. Um, is een vraagteken. Jacon uh, is een vraagteken. Ach, is er niet bij. Uh, als ze kan, uh, nou, die kan, kan starten. Ik, ik hoop dat hij uh, wat, uh, wat langer voorhoudt als van de week. Dat, dat is wel mijn enigszins de verwachting. Uh, Wie heeft wel uh, wat pijntjes, dus die, uh, die moet nog wel wat frisser worden. Dus uh, ja, al met al denk ik dat we zondag uh, hopelijk redelijk compleet zijn. En aan de andere kant, ja, we kunnen ook negatief verwachten worden met, met Niemeyer of Jacon. Of, dus dat, dat, dat is afwachten. De enige die het niet, sowieso niet bij zijn aangevioot is. En dan ja, zou het prachtig zijn als je weer geschiedenis kan schrijven zondag. Ja, het zondag wordt natuurlijk een bijzondere dag. En hopelijk een hele bijzondere dag wordt voor Nieder. Dus. Uh, ja, mooie finale, vol huis, het wordt gekkenhuis daar, wat ik, wat ik begreep, dus dat is alleen maar mooi. Nog uh, ploeg aan elkaar gewaagd, dus dat, dat, dat wordt echt wel een topfinale. Uh, ja, we hebben vol vertrouwen, we hebben heel veel wedstrijden uitgewonnen bij de toppers dus dit, dit, uh, dit jaar. Of naar Voondam, MS of Hercules, ja, en uh, ook ADO hebben we gewonnen. Dus daar gaan we nog eentje aan toevoegen, en dat, uh, dat moet ADO zijn.